gisteren in Junior Eurosong 2010. De juniors zorgden voor muzikaal vuurwerk op de Gentse feesten, met als resultaat een pak ontroerde ouders. Ja, ik heb gezegd dat ik trots ben op jullie. Welkom allemaal. Jullie hebben gisteren opgetreden op de Gentse feesten. Jullie familie en vrienden waren zeer enthousiast. Het was goed, maar het kan nog altijd beter. Het moet zelfs beter. Zangcoach Daniel en danscoach Bart, die hebben jullie show bekeken. En ze waren niet over iedereen even enthousiast. Ik vind dat je eigenlijk veel te slap zingt. Dit was slecht. Jullie gaan zo meteen één voor één bij hen komen. En dan worden jullie geëvalueerd. En dat gaat niet voor iedereen even prettig zijn. Maar ze doen dat om van jullie nog betere artiesten te maken. Dus dat moet je wel onthouden. Emma, jij mag als eerste. Oh nee. Oh ja. Ik voelde me echt stressig. Ik was zenuwachtig. En ik moest nog als eerste binnen gaan. Dus het was echt eng. Klaar voor? Een beetje. Ja, Emma, je hebt dat heel goed gedaan, maar ik vind dat je eigenlijk veel te slap zingt. Dus wat moet je doen? Dat is ten eerste veel beter articuleren, dat we duidelijker verstaan, je tekst verstaan, en dat je meer contact hebt met je publiek. Gaat het gaan? Ik hoop het. Oké, ga dan maar naar binnen. Succes, Emma. Ik voel het diep in mijn lijf. Emiel, we gaan er geen doekjes om draaien. Dit was slecht. Dat merk je zelf. Wat is er fout gelopen? Ja. Wat denk jij dat er fout gelopen is? Ja, de zenuwen, maar ja, dat heeft iedereen natuurlijk. Maar je moet toch, je weet toch dat je dat kan, Emiel. Hè? Want je bent een hele goede muzikant. We hebben dat in de repetities gedaan. En je kan dat, hè. Ah, Emiel, hoe is het gegaan? Niet goed. Niet goed? Hebben ze gezegd? Dat het niet goed was. En wat ga je eraan doen? Oefenen. Oefenen? Kom eens hier. Knuffel geven, hè? Komt wel goed. Jill en Lauren worden gelukkig beter onthaald. Wel, Jill en Lauren, ik vond het een goede performance. Als we dat iets rustiger beginnen en kunnen uitbalanceren, dan gaat dat zeker perfect zijn. Ook Ferre mag opgelucht ademhalen. Ja, wat mij betreft, Ferre, ik vind dat jij daar stond als een volleerde rocker. Dat was heel knap. En dan is het de beurt aan DNA. Het is gedaan met huiswerk maken. Alle kids vuisten in de lucht. Muziek als wapen, ja, vandaag zijn wij de baas. Alle vuisten in de lucht. Ja, DNA'ers, ik vond dat wel een hele spetterende performance, hoor. Ik vond het echt wel heel leuk. Maar het komt een beetje rommelig over. Jullie allebei, jullie zingen apart. En het zou eigenlijk heel goed samen moeten zitten. Jullie hebben een dijk van een act achter jullie gekregen. En je hebt eigenlijk niets gedaan van wat we gevraagd hadden. Je kijkt naar de grond, niet naar je publiek. En ik heb zoiets bij jullie. Je bent er niet mee bezig. Je hebt zoiets van, ik zal dat hier wel eens komen doen, hè. En dat is niet goed. Oh, titskes. Wow. Mannen. Hey, zwaar onder de indruk. Wat hebben ze gezegd? Dat er niks goed was. Allee, het was de eerste keer dat je dat dan zo doet, zo voor keiveel mannen en zo. En ik vond wel dat ze wel hard waren. Ondertussen wacht ook Inne op het verdict van Bart en Daniel. Zeg, het was lang niet zo slecht, hè? Ik vind dat je er wel echt stond, hoor. Goed zo. Imke ontvangen ze minder enthousiast. Imke,
Ik had jou één ding gevraagd. En dat was op een relaxe en natuurlijke manier je liedje te vertellen aan het publiek. Je hebt dat schitterend gedaan. Echt waar. Het was fantastisch. Ah, de grapjassen. En dan Louis. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen. Want in mijn dromen zijn we samen en je lacht naar mij. Ja, Louis. Dat is natuurlijk ineens op een groot podium en zo. Hè? Maar we kunnen daar toch niet van zeggen dat het geweldig goed was. Hè? Je weet dat als je naar beneden gaat in het lage, dan zing je veel te geknepen. De ruimtelijkheid die ik moet hebben, die heb ik niet gehoord. Je bent heel goed begonnen en dan sloegen de zenuwen toe. Misschien hoorde je zelf van oei, hier en daar is het niet zo toonvast en zing ik een beetje vals. En zenuwen, dat maakt het maar alleen slechter. Dus die hebben we niet meer nodig vanaf nu. Hè? Goed? Ja. Oké. Okay. En mannen, zien jullie het nog zitten? Ja. Het waren straffe commentaren, hè, van Bart en Daniel. Maar neem dat gewoon mee, want vanaf volgende week gaan we jullie klaarstomen voor de televisieshows. En we gaan proberen om jullie nog beter en nog professioneler te maken dan Justin Bieber en Kylie Minogue tegelijkertijd. Goed? En misschien is het wel een idee om jullie licht nog eens op te steken bij een echte artiest. Kijk maar eens mee. Hallo juniors, ik ben Jelle van Lasco en ik ben een van de juryleden die jullie binnenkort zal beoordelen op de live shows van Junior Eurosong. Christine heeft me gevraagd of jullie eens mochten langskomen op een optreden van Lasco. En dat kan zeker en vast, dus ik zie jullie morgen in Bilze. Tot morgen. Tada. Morgen in Junior Eurosong 2010. Het regent pijpen stelen, maar dat deert de juniors niet. Zij mogen in ware VIP-stijl naar een optreden van Lasco. Alleen is er iemand vermist. Zeg, heeft er nog iemand Christine gezien? Nee. Hoi, Christine.